Dan komt er gewoon echt aan alles toch een eind. Hey lieve kijkers, leuk dat jullie weer kijken. Dit is vandaag de vlog waar jullie naar uit hebben gekeken deze week. Wij hebben belangrijk nieuws en groot nieuws aan jullie te vertellen. Dus dat gaan we zo meteen doen. Het huis is echt nog een slagveld. We hebben gisteravond vrienden over de vloer gehad. Dus we gaan dat eerst heel eventjes opruimen. Natasja is zich nog aan het klaarmaken. We gaan hem zo meteen voor zitten. En dan hebben we jullie het een en ander te vertellen. Dit is trouwens de reden waarom ik me nooit scheer. Nou, jullie kennen mij niet anders dan met een baard. Maar dit is de reden waarom ik me niet scheer. Moet je kijken, joh. En nu al vette uitslag. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik heb echt de beste mesjes geprobeerd. De beste, de duurste scheerapparaten. Droog scheren, nat scheren, warm water, koud water. Zacht voor je huid, balsam, noem het allemaal maar op. Scheergel, scheerschuim, met, zonder. Ja, het lukt gewoon niet. Ik heb het opgegeven. Dus ik scheer me eigenlijk dus nooit. Ik hou het één keer in de zoveel tijd bij. En dat is waarom veel met een baard loopt. En niet gewoon baardloos door het leven gaat. Jullie hebben op mijn Instagram pagina laatst een foto gezien van een paar jaartjes terug dat ik eigenlijk geen baard had. En dan werd toen op een gegeven moment, ah, leuker, leuker, ja. Maar dat kwam gewoon omdat ik er toen veel beter uitzag. Ik was wat jonger, ik was wat slanker. En thanks, top man. Thanks voor de complimentjes. Was weer eventjes met je neus op de feiten gedrukt worden. En nu zit ik nog verder in een midlife crisis. Oké, genoeg onzin. Ik ga opruimen. Ik wacht op Natas. En dan gaan we even zitten. We hebben trouwens echt een super lamp voor onze vlogcamera. Kan je hem zien? Overal de juiste belichting. Je ziet hem gewoon niet in de spiegel. Shit. Daar wel. Oké. Het is tijd om nu serieus te gaan doen. Oké, guys. Het is bijna een jaar geleden dat we zijn gaan vloggen. Zijn we echt per ongeluk zijn we daarin gerold. Was niet echt per se onze bedoeling. Nee. En we merken nu dat het gewoon echt heel druk is met die kids en met mijn dansschool. En ja, er gaat echt zoveel tijd in zitten. Het vloggen, die kinderen, fulltime baan. Ik heb daarnaast nog een bedrijfje. Nou ja, de dansschool inderdaad. En jullie hebben echt een jaar lang, hebben jullie, nou, super fijn met ons meegekeken. Ja, zeker. Jullie waren echt de beste fans. We hebben mensen zelfs aan de deur gehad hier. Dat was wel echt heel raar. Ja. Want we zijn gewoon Tas en Phil en ineens word je herkend op straat. En ja, we hebben in ieder geval heel veel lieve reacties gehad op onze vlogs. Ja, nou, daar zijn we super, super blij mee, super dankbaar voor. Op straat herkend worden aan de andere kant van Nederland is natuurlijk ook gewoon waanzinnig. Ja, dat hadden we nooit kunnen voorstellen. Voorstellen inderdaad, dat ooit zou gebeuren. En ja, nogmaals, degene die vanaf het begin kijkt, die weet dat het nooit onze bedoeling is geweest om te gaan vloggen. Maar dat we er zo zijn ingerold. En ja, het vreet zoveel energie naast de kids, het werk, de bedrijven, het vloggen. Dat er wel echt gewoon dingen waren die moesten veranderen. Ja. En dan komt er gewoon echt aan alles toch een eind. Maar dat is niet aan het vloggen. Nee. Woo! Bam. Ik heb gewoon ontslag genomen. Hey, listen, I quit. And he did quit his job. Ja, dus er moet nu op een andere manier brood op de plank gaan komen. Ja, er moet toch geld verdiend worden. En nou ja, zoals jullie in welke vlog eerder hebben gezien, het super geld verdiend. Ja, weet je, we willen niet mee te koop lopen natuurlijk, maar we willen ook niet verkeerde indrukken wekken. YouTube is gewoon een soort van hobby, levert niet echt super veel knaken op. Weet je, daar kunnen we niet van leven.
Dus, maar en Phil is ook geen drugsdealer, zoals velen van jullie begonnen te vermoeden. Allemaal ritjes naar het buitenland en zo. Nee, hij is geen drugsdealer. Nee. Ik heb, jullie hebben het allemaal wel vast gezien in het nieuws en zo. Bitcoin is nu heel erg in opmars. Nou, ik zit al vanaf 2013 in Bitcoin. En, of was het 2012? Nou, ergens daar. Zo lang. Het is voor mij dus niks nieuws. En het gaat nu gewoon super goed daarmee. Ja, gelukkig wel. Want de centjes kunnen we goed gebruiken met de drieling. Ja, dat betekent dat jullie gewoon nog steeds kunnen gaan genieten van onze video's en vlogs. Yes, en vaker samen. Vaker met het gezin. Je gaat meer Tas en Phil samen zien. Want we hebben in het verleden natuurlijk wel eens gehad dat jij alleen moest vloggen. Ja. Of dat ik alleen ging vloggen. Maar we kunnen nu veel meer samen zijn. En we gaan niet per se meteen meer vloggen. We houden het gewoon op de woensdag en zondag vlog. Er gaat wel wat meer regelmaat in komen. Omdat wij gewoon echt die regelmaat erin kunnen houden nu. Dus het wordt gewoon 10 uur 's ochtends een vlog. De bonusvideo's of vlog komen op vrijdag. Ja. En die zullen wat vaker gaan komen. Yay! En we hebben nog steeds die big surprise voor jullie. Bij de 50.000 volgers. En we zitten er bijna tegenaan. Dus we gaan jullie nog steeds niet verklappen wat het is. We twijfelden een beetje. Van gaan we het nu vertellen of niet? Nee, doen we bij de 50.000 volgers. En dus dat, nog heel eventjes wachten. En dat is wel iets waar we al nu best wel lang mee bezig zijn. En ontslag dus. Ik heb geen baan meer. Koos werkloos. Ja. Nou, hij moet thuis gewoon heel hard aan het werk hoor. Ik zet hem gewoon Wij hebben nu gewoon meer de vrijheid om onze dagen in te gaan plannen. Want ik blijf gewoon voor mezelf werken. Dat is al wat ik ook daarnaast deed, naast mijn baan. Maar mijn baan valt gewoon weg. En dat is gewoon super fijn, super chill. Niet meer onverwachts naar het buitenland. Ik zeg niet dat ik nooit meer naar het buitenland zou moeten voor werk. Maar niet meer onverwachts of last minute. We kunnen het gewoon lekker samen plannen. En dat geeft ons echt zoveel rust en vrijheid, denk ik, in onze planning. Ja, zeker weten. Dus ja, dat was echt super fijn. De verbouwing gaat ook gewoon nog door. We gaan echt flink verbouwen, dus dat gaan jullie nog zien. De 50.000 verrassing komt eraan. Wat moeten we nog meer vertellen? De autovlog. Jullie zouden vandaag naar de autovlog gaan kijken, maar we vonden dit belangrijk om jullie te vertellen. Phil heeft dus gewoon geen baan meer. Ja. En sorry voor de titel, was een klein beetje clickbait, weet je. Maar het is echt voorbij. Ja, het is echt voorbij. Mijn baan is echt gewoon voorbij. Ja. Het is gewoon, doei. Tjalla boemballa. Wij gaan een champagne opentrekken, want dat hebben we nog niet gedaan. En, oh man, I'm a free man. Ja, je hebt gewoon alle tijd van de wereld. Jullie dachten dat we gingen stoppen, hè? Ja, dat weet ik zeker dat jullie dat dachten. Jullie dachten dat aan de titel stoppen. Al. Ja, jullie dachten dat we gingen stoppen. Katja, you got punked. Misschien dachten ze wel dat wij uit elkaar gingen. Heb jij wel over nagedacht? Weet je wel wat je onze volgers nu misschien wel hebt aangedaan? Dat zijn veel uit elkaar. De break-up. Daar zouden we gewoon een serie van gaan maken dan. Oh, jij single dad ben en ik single man. Oh. Nou, welke keer op iets te gaan? Helaas kijken er alleen vrouwen. Dus Phil, jij bent snel ingenomen. Nee joh, welke vrouw wil nou met mij zitten? Jij bent alleen nou, zo gek. Nou, zet je reacties even in de comments hieronder. Jij bent alleen zo gek. I love you. I love you too. Nee hoor, I love you babe. Zo jammer hè dit. Echt zo jammer. Zeg nooit I love you too. Wij zeggen altijd I love you back. Back. Nou oké, jongens, dit draait weer helemaal uit op niks. Leuk dat jullie gekeken hebben. Thanks. Jullie hebben vast de spanning gezeten. En sorry daarvoor. Iedereen die een schone luier nodig heeft nu. Wij zijn er goed in. In het verschonen van je luier. Stuur ons even een berichtje. Laat je comment achter in de comment sectie. Vergeet niet te abonneren via die rode button daar beneden. En we zien graag een duimpje omhoog voor de like op deze video. Nou, ik denk niet dat ze deze video leuk vonden, schat. En volgende week woensdag komt de vlog online over de auto die we opgehaald hebben. Zie jullie woensdag weer. Doeg!